Welkom allemaal vanuit Paradox. Normaal gesproken de thuisbasis van Paradox Jazz Orchestra. Helaas kan het nieuwste project van Paradox Jazz Orchestra hier niet plaatsvinden vanwege corona. Maar daar hebben we een oplossing voor gevonden. Vanuit de Schouwburgzaal van Theater Stilburg gaan we naar de registratie van de Ted Jones Mellowes Orchestra. De band is eerder vandaag bij elkaar gekomen. Hebben de muzikanten gerepeteerd. Alle puntjes op de i gezet en staan nu eigenlijk in de startblokken om het concert te gaan geven. Het nieuwste project van Paradox Jazz Orchestra, dus eerder zijn er al opnames van Duke Ellington geweest, de Sky Masters, Buddy Rich. Nou, het nieuwste project is de muziek van Ted Jones Mellowes Orchestra, een big band uit de jaren 60-70 en eigenlijk een van de belangrijkste big bands als je het hebt over de periode na de echte populaire big band tijd, dus de jaren 30-40 en zeg maar de hedendaagse big band tijd. Nou ja, wat de Ted Jones Mellowes Orchestra zo bijzonder maakte was allereerst de bezetting, want ze hadden echt de crème de la crème van de New Yorkse jazz scene. Maakte deel uit op bepaalde momenten in die band. Moet je denken aan bijvoorbeeld een bekende saxofonist als Joe Henderson, maar ook een bassist als Richard Davis. En wat ze vervolgens deden in die arrangementen van Ted Jones, allereerst de klankkleuren. Het was harmonisch zat het zeer complex in elkaar. Daar moesten muzikanten echt wel hun tanden inzetten. Maar tegelijkertijd klonk het heel pakkend, heel toegankelijk. En wat die band verder bijzonder maakte was de dynamiek binnen de nummers. Dus binnen één nummer kon het van een fluisterzacht piano stukje gaan om een paar minuten later knalharde blazers, riffs eruit te toveren en eigenlijk alles daarin. Dus er zat een hele grote mate van hele prettige onvoorspelbaarheid in. Nou, niet alleen de muziek was bijzonder van Ted Jones Mellowes Orchestra, maar ook de manier waarop ze het aanpakten. Ze bedachten, want het is natuurlijk ontzettend lastig en prijzig om met bijna 20 man op een podium daarmee rond te reizen. En dus bedachten ze van, als wij nou eens vanuit een vaste stack werken. En zo kwamen ze terecht in de Village Vanguard, de befaamde New Yorkse jazzclub. En elke maandagavond gaven ze daar concerten, een soort jam sessies, concerten. Waarbij natuurlijk het voordeel was dat sowieso maandagavond waren veel muzici beschikbaar. Ze zaten in New York, waar de beste jazzmuzikanten ter wereld al rondliepen. En zo wisten ze dus eigenlijk op die vaste maandagavonden een soort buzz te creëren. Waarbij de band niet naar het publiek toe ging, maar waarbij het publiek op maandagavonden naar de band toe kwam. Nou, in die zin zie je ook wel een overeenkomst tussen de Village Vanguard en Paradox en de samenwerking met de orkesten. Want zoals Ted Jones Mellowes Orchestra op die vaste avonden speelde in de Village Vanguard, zo speelt Paradox Jazz Orchestra op vaste avonden in Paradox. En je zag eigenlijk meteen van het moment dat de band in Paradox begon te spelen dat er ontzettend veel belangstelling voor was. De concerten waren weken van tevoren al uitverkocht. Ja, Paradox heeft natuurlijk een beperkte capaciteit van 150 bezoekers. Dus het is fijn dat nu met deze livestream veel meer mensen mee kunnen genieten vanuit de Schouwburg in Tilburg. Dus ik wens iedereen heel veel plezier. Met Paradox Jazz Orchestra speelt Ted Jones Mellowes.
misschien is dit wel het pijnlijkste moment waar ik tegenop heb gezien. Is dat je zo speelt en dan geen applaus krijgt. Maar het was kiezen of dit of niet spelen. En de wens om te spelen is te groot. U hoorde net, verkijken, Jo Hermans, Koen Smits, Teus Nobel en Jesse Schildering. In, hoe heet die? Oh ja, Don't Get Sassy, compositie van Thad Jones. We gaan door met de volgende, Little Pixie. U hoort zo Koen Smits weer, Guido Nijs en Niek de Bruin. Thank you.
Dan ga ik hem vol lullen ook dan, die wissel. Je ziet de trompetten moeten wisselen her en der. Volgende is een arrangement van Thad Jones, All of Me. En het toffe wat je aan dit stuk kan horen is de manier hoe hij met harmonische zijn zaken omging. Het was veel moderner dan in die tijd eigenlijk gebruikelijk was. En dat illustreert dit stuk heel goed met een korte feature voor Rembrandt Frerichs. Zijn we klaar? Thank you.
U zag net Thad Jones zelf spelen. Een stukje Willow Weep For Me gaan we nu vertolken door het Paradox Jazz Orchestra. Een arrangement van Bob Brookmeyer, die hebben een hele intensieve samenwerking gehad samen. En het leek me wel passend om deze prachtige ballade op te dragen aan Sam Minesco, vorig jaar overleden. Vorige week, 96 jaar. Willow Weep For Me. Thank you.
keihard applaus, normaal gezien natuurlijk. Voor de volgende keer graag. Deze is ook een compositie van Thad Jones en featured drie solisten hier uit het orkest. U gaat luisteren naar Jo Hermans, Niels van Haften en Jos Machtel met 3 and 1. Thank you.
ervan af. We gaan de laatste spelen. En voordat ik dat ga doen, wil ik even sowieso melden. Als je denkt dat deze muziek al maandenlang op de plank ligt, heeft u het mis. We zijn vanmiddag dus bij elkaar gekomen. En hebben in een vrij korte repetitie dit voor jullie gedaan. En moet ik wel bij zeggen, voor ons eigen genot. Ik wil nog iets anders even mededelen. Wij zijn als orkest bezig met een crowdfunding. Want wij hebben een missie. En die missie is dat we vergeten Skymaster muziek opnieuw willen opnemen. Om door te geven aan de volgende generatie. En daarvoor hebben we wel uw hulp nodig. Zeker in deze tijden kunnen we het niet alleen. Kijk even op onze Facebookpagina. Daar kunt u ons steunen. Hoeft niet van niks. Je kunt er een cd voor kopen. Je kunt er andere tegenprestaties voor krijgen. Kijk even of op voordekunst.nl. Zoeken naar Paradox Jazz Orchestra of gewoon op onze Facebook worden mee doodgegooid. Het laatste nummer heb ik een speciale gast gevonden die hem voor u gaat aankondigen. En dat gaat de heer Ted Jones zelf doen. We'd like to play for you now a composition written by our lead saxophonist, Jerome Richardson. It's called The Groove Merchant and it features our reed section. The Groove Merchant. Thank you.
aftiteling erin. Dit is Paradox Jazz Orchestra. En wij hebben een missie. We willen 100 jaar Big Band historie opnieuw laten leven. Met deze crowdfunding willen we nooit uitgebrachte muziek van de Skymasters live gaan opnemen 1 en 2 maart 2021. Nederland is gezegend geweest met een fantastische Big Band die ruim 50 jaar bestaan heeft. Tussen 1978 en 1986 waren zij wekelijks te horen in het radioprogramma Avro Swingtime en veel van dat materiaal is maar één keer gespeeld. Deze muziek moet opgenomen worden. We zijn onze missie gestart in januari 2020 met 3 strak uitverkochte concerten. Maar helaas gooide corona bij ons ook roet in het eten. Veel muzikanten zitten thuis en daarom willen we juist nu die cd opnemen. Maar dat kan alleen met uw hulp. Steun ons in het realiseren van onze debuut-cd met het materiaal van dit Nederlands erfgoed. Naast de spectaculaire composities en arrangementen hebben we een waanzinnige line-up van de nieuwe generatie jazzmuzikanten samen met gevestigde topmuzikanten. We hopen dat u net zo enthousiast bent als wij zijn en dat u dit project steunt. 2020 was voor veel muzikanten een dramatisch jaar, vooral in creatieve zin. Dit project kan hen weer een fantastische creatieve uitdaging geven. Daarom nu. Paradox Jazz Orchestra, Remembering the Skymasters.